De overhand is een van de meest gebruikte en makkelijkste manieren om een pak kaarten te schudden. Je zal deze waarschijnlijk al kunnen, maar ik zal hem nog wel één keertje uitleggen zodat je hem wel goed kan, want de meeste mensen doen hem een beetje fout. Hij moet er dus niet zo uitzien, maar juist net en snel. Je wilt dus niet losse kaarten hebben en ook zeker geen kaarten laten vallen uit je handen, want dat is gewoon echt het ergste. Serieus. Om te beginnen geef je het pakje door aan je andere hand. Je houdt de kaarten dus zo vast. Hierdoor vallen er geen kaarten en blijven ze recht. De grootste fout die de meeste mensen maken, is dat ze de kaarten pakken met hun duim. Je moet het juist niet met je duim pakken, want daardoor wordt het slordig. Dus je moet het bewegen met de andere hand. En daarmee ontvang je de kaartjes met je duim. Als je dit een paar keer oefent, dan kan je het echt in no time. De Hindu Shuffle is een andere manier om kaarten te schudden die ook veel gebruikt wordt. Je schudt de kaarten hierbij in een verticale positie en op heel hoge snelheid. Deze move wordt wel vaak fout gedaan door veel mensen. Dit is dus hoe die wel moet. Je houdt de kaarten dus op deze manier vast. Hierdoor vallen de kaarten niet op de grond. Met de duim en middelvinger van de andere hand pak je steeds kleine stapeltjes kaarten van de bovenkant van het pak. Door dit snel te doen schud je de kaarten dus goed, snel en effectief. Je wil niet de kaarten één voor één van de bovenkant slepen met je duim. Dit doet echt heel erg lang en is niet effectief en het ziet er ook niet mooi uit. Wat je dus wel wil is een sterke grip om het pak heen en het pakken van kaarten in stapeltjes. Deze manier van kaarten schudden is echt mijn favoriete. Ik hou super erg van deze manier, omdat het namelijk heel effectief is. Het is snel en het ziet er cool uit. Deze shuffle is wel al heel wat moeilijker dan de eerste twee die ik je had laten zien. Je moet namelijk de kaarten buigen en loslaten, zodat je dat mooie riffle effect dus krijgt. Je begint dus met de kaarten in elkaar riffelen. Door de kaarten met je duimen te buigen en één voor één los te laten zodat ze in elkaar gaan. Daarna buig je ze de andere kant op om een boog te vormen en dan laat je ze rustig los. In een oudere Cardfox video heb ik hier al een volledige tutorial over gegeven, dus bekijk die zeker. Ik zou zeggen links staat in de beschrijving. En deze manier van schudden is dus echt heel erg mooi en de meest effectieve ook sowieso. En het ziet er ook cool uit met die riffel. En dan nu dus de dubbele riffle shuffle. De dubbele riffle shuffle is vrij simpel te doen als je de normale riffle shuffle al kan. Het is dus eigenlijk gewoon de hoekjes in elkaar riffelen en dan kan je een dubbele doen. Het is niet zo heel erg moeilijk. Maar hij ziet er wel veel cooler uit dan die andere, vind ik zelf. En wat fancier. Maar dus een probleem met deze. En daarom is hij zo moeilijk. Hij gaat heel vaak fout, geloof me. Ik durf hem zelf meestal niet echt te doen. Omdat er vaak genoeg gebeurt dat gewoon de kaarten wegvliegen. Zoals hier. En dan liggen al je kaarten op de grond. Trouwens, als je deze move wilt leren. Het is vrij makkelijk, maar ik zou aanraden om eerst de riffle shuffle te leren. Want dat is de basis hiervoor. En dan de tweede. Het tweede stuk is namelijk vrij simpel, zodat je de riffle shuffle goed weet. Dus, wat je dus doet bij Cardistry is pakketjes dus in verschillende manieren door elkaar heen schudden. En dit is eigenlijk meer een soort van kunstvorm in zichzelf. Dus er zijn echt mensen die alleen maar Cardistry doen. En niet goochelen of kaarttrucs of whatever. Dus die doen alleen maar Cardistry en die zijn heel goed erin. Ik ben er echt helemaal niet zo heel goed in. Maar ik kan wel een paar moves en dit is een van mijn favoriete manieren. Dit is namelijk gewoon een simpele manier om wat pakketjes door elkaar te schudden. En het ziet er ook heel erg cool uit. Ik zal hier waarschijnlijk ooit nog een volledige tutorial over geven. Maar eigenlijk, dit is een van de moeilijkere manieren om te schudden. Als je dit kan, dan ben je wel echt heel erg goed. Dit gebruik je ook meestal niet echt heel erg.
als je bijvoorbeeld een potje gaat pokeren of zo. Maar het is wel een leuke manier om je kaarten te schudden. En het ziet er ook heel fancy uit. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal of een like achter te laten. Als je mijn video's leuk vindt, zoals je kan zien, ik heb een hele bibliotheek aan video's die je kan kijken. En zoals ik al zei, de Riffle Shuffle tutorial staat hier ook ergens tussen. Dus ja, dat was hem weer voor vandaag. Tot de volgende keer. Doei!